Come on, Chris. Bertje? Nee. Come on. En wil ik kom, wil je? Come on, you're right. I think he's starting. All slow at the kitchen. Come on, man. Hey, Danny. Kom op, jongen! Jongen! Hey Dave, come on, him. Peter, go him. The junior dude. The policeman from the other one. Mix? En we zien hem daar in de materiaalpost duiken. En die heeft nu zeker zijn hoofdklok wel verroofd hoor. Maar Dalmas die blijft zich weren als een duivel in een bijwaterbad. Die rijdt nog altijd in tweede positie. En wel goed dat het tempo niet laten zakken. Die moet doorgaan. Die moet doorgaan. Ja, Ik heb het niet gehoord. Ik heb het niet gehoord. Ik
Kees, voilà. En we gaan het samen met u bekijken. Hier bij de finish, onder het nummer 26, ook gepasseerd Dirk Bertels. Maar van Bertels gaan we natuurlijk die lange baan even afkijken. Want Arne Daalmans. Natuurlijk, Kim Kool Voorkaart. Maar de mannen die bij Wellens kwamen. Wellens had het even moeilijk. Bart Wellens, de wereldkampioen bij de belofte. Terwijl Tim van Nuffel de wedstrijd inmiddels heeft verlaten. Kom op, Chris. Oprijden van de landingsbaan hier, de startbaan naar de finish toe, nog vier ronden. En ik denk dat Dams het hier lastig kan krijgen. Misschien krijgt hij hulp hier van Duitsers, want die mannen zijn nu in de aanval gegaan. Achterwege. Inderdaad, Willems is in tweede positie, maar op kop rijdt Arne Daalmans. Hij wil de eindzegen. Hij wil gaan. David Wielsen zijn en Bart Wellens en Kip de Volkaart. En met vier reizen daar wiel in wiel door het zand. Bart Wellens die aanval ook een beetje heeft gepareerd van Daalmans, maar die moet nu voorbij. David Wielsen is kunnen kiezen, want anders zou die Daalmans wel. Kom op, jongen. Aan 20 meter, kom aan. Kom aan, Bart. Kom aan, Peter, kom aan. Hè. Ben je van Wilsens, laat ik je horen. Kortom mensen, we gaan nog wat meer enthousiasme hier in de brouwerij gooien. Hier is het shift weghalve, zo dadelijk weer van de leider in de wedstrijd. We gaan die leider hier krijgen, de bal uit ballen. Arne Daalmans, hier op kop, ga kom, ga van de sfeer, ga van de steen. Daalmans op kop, kijk hier naar voor, 200. Wat kan er in de wereldkampioen bij de belofte Bart Wellens doen? Met een 200 te rijden. Bart Wellens hier. Op jacht, in voorjacht op Arne Daalmans. Alles uit de winkel. Daar heb je dus inderdaad David Willemsen en Kim Kool Voorkaart. Op de plaatsen 3 en 4. Op plaats nummer 5 komt Peter Willemsen door. Maar alles biedt zich toe op de kop van de wedstrijd waarbij Arne Daalmans schiet aan het einde van de eerste zon. Trofee gezet van Antwerpen tot het man. Kom, Molly! Daalmans wil het opnieuw naar de leiding. En wij volgen dat bestrijd in de materiaalpot. 3 meter verschil. Hij redt er gewoon weg. Hij redt er gewoon weg, Louis. Tactiek liggen er aan, Risa. En die gaan hier al die laatste ronde beginnen. Daalmans en Wellens. Wie van de twee heeft de langste? Kom op, Chris, jongen. Kom op, jongen. Het wordt de opkomst, de ronde. Het wordt een vrij schotse kant. Daalmans hier op kop met Wellens. Het geklopt. Wat een kind. En daardoor is alles publiek. Je hebt de superprecies. Je hebt de wereldbeker van de smalste competitie in de wereld. Eerst tegen NBA komt mee. En hier komt de grote man van Malle. Hier is zijn deal. We komen gelijk bij onze wedstrijd. Back to the balance, that was a lot.
Ik heb een grote kerk, hier is een pakkel, we zakken weer voor een korijtje. We zeggen ja, deze omhoog, die voor mij, hier, tussen van hier naar 3. 4 plaatsen is voor 7 zelfs. Het wordt een beetje een grote voor het algemeen, een grote kerk, maar het wordt een beetje.